Ja, ik vind het hartstikke leuk om een hele hoop collega's te zien, te spreken en met elkaar te sparren en te praten over onze mooie sector. Ik ben meegedaan aan de ondernemerstafel, er zaten maar 10 ondernemers. Dat was superleuk, echt leuk om te doen. Echt oprecht eerlijk de verhalen delen, maar ook de problemen delen die als ondernemer soms meemaakt. En ja, tot nu toe echt een leuke dag. Kijk, wij hebben natuurlijk een ontzettend mooie sector, maar die is ook heel divers. Dus ik vind het ook heel erg leuk om vanuit andere deelmarkten uit onze sector te leren en daarmee te praten. Ja. Dat was echt superleuk. Ik vond ook de setting heel leuk, hè? Want we hadden twee hele jonge ondernemers tegenover nog steeds jonge ondernemers, maar mensen die al wat langer in het vak zitten, zeg maar. Dus dat was echt een hele leuke sessie. Telen Inspireert is natuurlijk een heel nieuw concept. Dat is wel, wel bijzonder, een mooie locatie. Wel leuk dat het wat dynamisch is, dat je zelf wat kan kiezen. Ik denk dat je dan wat ook gerichte publiek, zeg maar, krijgt bij de sessies. En ook een beetje met elkaar voelen waarom TLM belangrijk is. Hè? Waarom we met elkaar lid zijn van deze vereniging. We zitten echt wel in een dynamische wereld, veel uitdagingen. En dan ben je eigenlijk wel nieuwsgierig hoe je collega's dat ook ervaren. Zonder dat er druk op zit op onderhandelingen of dat het je concurrent is of noem maar wat. Ik heb een superleuke dag gehad, veel geleerd, veel mensen gesproken. En uiteindelijk is dat ook wat mij betreft het doel, dat je kan netwerken met mede-ondernemers. Dat je soms wat uitdagingen kunt bespreken, hoe de andere ondernemer daarover denkt.